Studenten van de universiteit moeten bijdragen aan programma's van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zodat er op geen enkel onderwijsniveau drop-outs zijn. Dit haalde minister Marie Leevens vandaag aan tijdens een motivatietoespraak aan studenten van de studierichting Public Administration van de faculteit der maatschappijwetenschappen van de ADECUS. De minister zegt dat zij al enkele leerlingen en studenten kwijt is en elke student minder is er één te veel. Het stoppen met studeren kan volgens Leevens andere maatschappelijke problemen met zich meebrengen. Wat ook al ben ik maar een paar kwijt, 1000 is veel voor Suriname. Ik wil weten waar ze zijn. Ik wil weten wat ze doen. Ik wil weten waar ze zijn gaan schuilen. Ik wil weten als ze nog in mijn land zijn of als ze naar Frans-Guyana zijn. Want we raken heel veel aan Frans-Guyana kwijt. Snap je? Ik wil weten waar mijn kinderen zijn. En daarvoor heb ik jullie nodig. Toch? Want jullie hebben die potentie om naar die scholen te gaan en te vragen van, juffrouw, hoeveel kinderen had je vorig jaar? We hebben al geteld hoor, dus dat is niet het punt. Ik heb de vlakke cijfers wel. En uit die cijfers zie ik, ik mis een paar. Ik mis een paar en ik ga ze zoeken. De bewindsvrouw zegt dat ze de ADECUS-studenten nodig heeft om samen met het departement te werken aan structuren die kunnen worden toegepast in de uitvoering van het beleid. Binnen het onderwijs zijn er wel structuren, echter zijn die niet gericht op het doen van onderzoek. Als je iets ziet, Saib Sadabi, wat gebeurt daar? Ik wil het weten, want ik kan je één ding zeggen, als je niet bij de wortel een probleempje aanpakt, ook grof. Dan wordt het groter en groter. Dus wij hebben gestuurd de val naar beneden. Jamaica heeft het niet kunnen doen. Ik noem Jamaica omdat jullie Jamaica kennen. Trinidad had ook dat probleem. Grenada had dat probleem. Heel de regio had dat probleem. Ik had ze gewaarschuwd, want ik ben ouder dan ze. Ik heb ze gezegd, sluiten jullie niet zo als Europa. Want zij hebben internet en ze hebben afstandsonderwijs, ze hebben van alles. Sluiten jullie niet. Ik heb mijn collega's van Zuid-Amerika ook gezegd. Jullie hebben ruimte. Wanneer het geen winter is in Argentinië, gooi open. Deze motivatietoespraak moet gezien worden tegen de achtergrond van de rol die de Anton de Kom Universiteit van Suriname kan en moet spelen binnen de maatschappelijke ontwikkelingen van Suriname.